Kijk, daar waren we ineens zijn. We zijn geteleporteerd. Vandaag is de dag van de nieuwe Fortnite-update. En ik heb zometeen een glitch die ik heb gedaan. En die laat ik zo jullie zien. Eerst wil ik een paar nieuwtjes uitleggen. En ik heb hier 3 dingetjes. Het eerste is dat in de update die vandaag zal komen... iets veranderd zal worden aan de vliegtuigen. Je zal voortaan waarschijnlijk na de update dus damage krijgen als je vliegtuig kapot gemaakt wordt. Want nu kun je gewoon vliegen en je vliegtuig wordt kapot gemaakt. En je gaat gewoon opnieuw landen gewoon. Je glider klapt uit en je landt opnieuw. Dat is best wel OP. Best wel oneerlijk. Dus straks als je vliegtuig ontploft of kapot gaat of wat dan ook. Dan ga jij... Jij krijgt dan ook gewoon wat damage van die ontploffing. Voorheen was het dus niet. Nu wel. Dus dat wordt een toevoeging waarschijnlijk. Daarnaast hebben we nog iets anders wat is geleakt. En dat is een nieuw inpakpapier. Nieuwe skin. En dat heet Candy Cane. En dat is gewoon echt een kerstachtige inpakpapier. Kerstachtige skin voor je wapens. Voor je wagentjes. Hier zie je wat plaatjes in ieder geval op de achtergrond. Van de Candy Cane inpakpapier. En je ziet het ook al gepreviewd bij een autootje, bij een quadcrasher. Ik vind hem er tof uitzien, maar het tofste wat er is dat er een zwaard aan gaat komen in Fortnite. En dat zwaard, daar is een filmpje voor. Laten we eerst het filmpje samen bekijken. Hebben we gisteren ook al laten zien in de livestream. Maar hier kun je nog eventjes zien. Het is een heel kort filmpje, dus let goed op. Hierin zie je dus dat er een zwaard in de map staat. En dat zwaard staat in de ijsberg. Onder de ijsberg. Onder de sneeuw is het eigenlijk. En wij gaan zometeen in die ijsberg glitchen. En dan kunnen wij precies zien en aanraken waar dat zwaard eigenlijk staat. Maar dat zwaard is dus een nieuw wapen in Fortnite. Je kan straks dus ook naast gewoon schieten mensen slachten eigenlijk. Gewoon met je zwaard. En dat is dus eigenlijk waarschijnlijk alleen maar voor close combat. Dus als je dicht bij iemand staat. In plaats van een pickaxe slide dan met een zwaard bijvoorbeeld. Of ja, niet in plaats, maar je kan ook gewoon een zwaard gebruiken. Dus je moet je straks kiezen. Of ga je jouw zwaard gebruiken om iemand mee te vermoorden, of jouw shotgun. En ik zou wel... Ja, ik zou het niet weten trouwens. Ik ga het gewoon testen in ieder geval in de update van vandaag. Hou dit kanaal in de gaten voor alle updates. Daarin gaan we alles testen. Maar laten we nu eerst eventjes gaan naar de glitch. Ik leg precies uit hoe je in de ijsberg komt en ga ik ook even laten zien waar dat zwaard dus eigenlijk... te zien zal zijn. Daar zijn we dan in Playground. En we gaan vandaag dus een toffe glitch doen. En we gaan dus in de ijsberg. Wat niet heel moeilijk is. Iedereen kan dit. Maar zoals je ziet zit ik niet op mijn eigen account. Voor de zekerheid gebruik ik toch maar eventjes weer mijn glitch account. Deze heb je misschien al vaker gezien in glitch video's. Maar nu gaan we dus dit doen met Mnudder Noob. Ik weet niet precies hoe het uitspreekt. Maar iemand heeft ooit dit account aangemaakt voor mij. Mijn e-mailadres. Maar nu gebruik ik dat account lekker. Oké. We moeten in ieder geval hier eerst naartoe gaan. En hier moeten wij die schepen dingetjes hebben. En dit kan voor de duidelijkheid alleen maar in Playground. Deze glitch om in de ijsberg te komen kan alleen maar in Playground. En we moeten zo meteen zorgen dat we eventjes daar staan, naast het kasteel. Dus moeten we helemaal naartoe gaan reizen. Maar we hebben in ieder geval de boot nodig. Maakt niet uit welke boot. Of een metalen, of een stenen, of wat dan ook. Of een houten, of... Oh, die hoeven we niet. We willen niet die. Ironclad, wat is dit? Is dat ook een boot? Ik weet het niet. Volgens mij hebben we nou de metalen. Maar dat maakt niet uit welke je hebt. Laten we even wat hout verzamelen. En richting de ijsberg gaan. Want daar speelt zich allemaal af. En dit is echt een toffe glitch. Je hebt er niet per se heel veel aan of zo. Je kan lekker in Playground. Kan je daar leuke dingetjes mee doen. Je kan mensen mee trollen. Je kan het lekker in je vrienden laten zien. Laten we er nu in ieder geval zo naartoe gaan. Hier zo even bouwen. Ik ga gewoon zo hoog mogelijk bouwen. We moeten dus daar die ijsberg op. En dat is best wel lastig om erop te komen. Ik kan wel respawnen. Maar dan raak ik mijn spullen kwijt. Ik heb dat uitstaan in Playground. Dat ik mijn spulletjes houd. Dus ik moet er helemaal naartoe gaan lopen. Ik kan ook een vliegtuig pakken ergens onderweg of zo. Dat ik daar naartoe ga. Dat is trouwens een hele goeie. Waarom? Ah! Waarom was ik er niet eerder op gekomen? Om eventjes een vliegtuig te pakken. Ah, dat is best dicht bij elkaar. Wat zal ik doen? Ik ga denk ik gewoon eventjes nog wat hoger bouwen. En misschien maar gewoon eventjes naar die vliegtuigen toe vliegen. Want ik denk dat dat wel iets makkelijker is dan op die ijsberg komen. Hoppakee. Bouwen. Zo hoog mogelijk. Want we moeten daarachter. Dan zien we een rood gebouw. Daar rechtsachter. En daar moeten we naartoe voor zo'n vliegtuig. Of ik kan er gewoon niet voor zo'n vliegtuig gaan. Wat zal ik doen? Ik weet het niet. Ik ga gewoon niet voor een vliegtuig. We gaan gewoon zo naar rechts. Richting de ijsberg. En dan hoop ik dat we erop komen, jongens. Ik weet niet of het gaat lukken op deze manier. Misschien gaat het niet in één keer goed. Dan moet ik het helemaal opnieuw beginnen. Dit hele proces waarschijnlijk. Of ik kan het iets anders doen. We gaan het gewoon even proberen. Nee, volgens mij moet ik het dan helemaal opnieuw doen. Als dit gaat mislukken.
Nou ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in om dit opnieuw te doen. Dus we gaan het in één keer goed doen, jongens. Let goed op. Ik geef trouwens alle credits aan Orange Guy. Daar heb ik deze glitch gezien. En ik vond hem zo sick dat ik hem gewoon aan jullie wilde laten zien. En natuurlijk heeft dit te maken met het zwaarte-update van vandaag. Oké, ik ben nou weer maximale hoogte. We kunnen gewoon daarheen gaan vliegen. En dan lopen we wel de berg omhoog. Dat kan ook gewoon prima. Kan ik er gewoon oplanden? Ja, dit moet ik gewoon halen, toch? Net wel. Goed, dit komt helemaal goed zo. Dus zorg dat je bij het kasteel bij de ijsberg terechtkomt. En nu zit ik een beetje te laag. We moeten omhoog. Oké, dan moeten we toch even gaan bouwen, denk ik zo. Hoppakeetje. En ik ga het gewoon even duidelijk laten zien. We gaan dus daar naar die toren. En deze ijsberg smelt, voor de duidelijkheid, voor als je nog niet wist. Langzaam maar zeker smelt deze ijsberg. En komt er een mooi gebouw dus uit hier zo. Goed, hier zijn we dan. En als we nou eventjes hier zo naar deze kant weer lopen, dan gaan we teruglopen. Maar ik ga het gewoon even goed uitleggen. We staan hier dus naast de ijsberg. Dan gaan we even daarin lopen. En zo meteen moeten wij een stukje naar beneden springen. En dan moet je heel goed opletten waar precies en dat soort dingetjes. Hier zien we een beetje een puntachtig iets. Daar moeten we nog niet zijn. Waar moeten we precies zijn? Hier zo kunnen we naar beneden springen, zie je zo. Zonder dat je echt ver naar beneden valt. En oké, ik was even bang dat ik naar beneden ging vallen. Nu moeten we eventjes nog een stukje verder zoeken. En dan zie je hier een soort van patroon, zie je hierin. En een patroon, je moet dan ongeveer hier zo gaan staan bij de patroon. Zo een beetje goed in de gaten houden, zo, hier zo. En als ik kijk, sta ik ongeveer in de rechte lijn met die boom daar zo. Wat ik nu moet doen is gewoon dat schipdingetje hier zo onder mij gooien. En als het goed is, komt het schip dan daar terecht. En eentje komt hier onder de berg terecht. Ik hoop dat ik goed sta. We gaan het zien en boom! Volgens mij is dit goed. En nu heb ik het goed gedaan. Eén schip is hier, het andere schip zit hier in de berg. Ik zie daar zelfs wat dingen bovenuit komen. Dus hier trouwens ook. Hey, hier is zelfs een stukje schip. Laten we even respawnen, want nu moeten we dat wel doen. Ja, dat moet niet per se. Maar dat doen we gewoon omdat wij nu boven op de boot willen komen. Ik kan er wel heen gaan bouwen, maar ik ga er gewoon liever eventjes op respawnen. Want ik heb de spulletjes die ik had toch niet meer nodig. Wat ik nu moet doen is dus eventjes daar zo naar dat stukje toe gaan. Je hoeft niet per se op te landen op dat stukje daar zo met dat licht. Maar we moeten er wel gewoon zijn. Dus laten we even snel naar beneden gaan hier zo. En we zijn geland. Nu. Ja, ik zei het iets te vroeg. Oké, dan gaan we hier even de minigame starten. En 3, 2, 1, start. Huh? Jongens, kijk dan waar we ineens zijn. We zijn geteleporteerd. Oh, dat is dat kasteeltje wat we zagen op de ijsberg. We zitten nu in de ijsberg, jongens. En wat je nu moet doen, is niet hier naar beneden lopen. Want dan zit je gewoon hier beneden straks vast. We gaan hier gewoon even een stukje naar beneden. En dan zien we zo in één keer, hop, de vloer van deze verdieping. Dus, oh, ik zit vast. Oké, nu zijn we hier zo op de vloer. Nu zijn we wel op de goede verdieping. Maar je ziet dat het kasteel nog helemaal niet eens af is. We zijn nu dus onder de ijsberg. En we zien hier het stukje waar de trailer van de update van vandaag is opgenomen. Hier is dat, jongens. Hier, de map zal er anders uitzien waarschijnlijk na de update van vandaag. Maar hier is dus het zwaard waarschijnlijk. En dat zwaard kan je gebruiken in de game waarschijnlijk als een wapen. En daar moet je straks dus gaan bepalen. Of ga ik een zwaard gebruiken of een pump of een andere shotgun. Maakt niet uit wat. Maar we zien nu dus hier zo wat er onder de ijsberg zit. En dat is super tof dat je gewoon kan rondlopen. Alles kan zien. Er liggen zelfs wapens en dat soort dingen. Maar goed, het gaat dus eigenlijk meer om dit stukje waar het zwaard in zit. En het kasteel daarboven. We kunnen nu dus ook naar boven bouwen in het kasteel. Dan kunnen we precies zien hoe dat de binnenkant eruit ziet. Maar natuurlijk is het kasteel nog lang niet af. Ik ben alleen een beetje bang dat ik hier uit deze regio ga lopen. En dat ik het helemaal opnieuw moet gaan doen. Daar heb ik nou niet zo zin. Kan ik hier nou ik kan hier nergens bouwen. Nee, misschien hier aan. Ik heb geen materials. Dat is het gewoon. Ik dacht al, kan ik niks bouwen. Maar ik moet gewoon even wat boompjes hakken. En dan kan ik misschien wel even naar boven bouwen. Ik wil gewoon eventjes daar dat gebouw gaan bekijken. Nou, hier kunnen we wel gewoon bouwen. Oké, we gaan hier naar boven. Even goed kijken waar we precies naar boven moeten. Zonder dat we echt het gebouw moeten slopen. Kijk, hier zie ik de trap al. Hier nog eentje naar boven. Hier nog eentje. En als het goed is, zijn we er hier. Kijk, nu zitten we in het gebouw. En hier kan je nog gewoon helemaal niet komen in de game. Hier is ook nog een mooie trap. Laten we eens even gaan kijken. Wow, nieuwe dingetjes voor in de game. Dit zijn nieuwe meubels in de game. En hier nog meer nieuwe meubels. En nog allemaal andere dingetjes. En hier gaan we door een mooie deur. En kijk dan, jongens. Dit lijkt toch een beetje op Harry Potter? Dit zie... Oh my god, ik moet hier een beetje oppassen. Oké, die boekenkasten. Allemaal trappen. Wat hebben we hier? Oh, een schilderij van Tomato. Waarom? Of is dat een... Huh? Is dat een nieuw restaurant van Tomato wat wordt geopend? Is dit iets nieuws of is dat het oude gebouw? Ik weet het niet precies. Hier zit de kist. Hier zit ook iets dan waarschijnlijk. Hoe komen we nou eigenlijk naar boven? Daar is de trap. Hoe komen we daar? Oké, nou ja, we gaan hier even naar boven. En dan zien we hier nog allemaal kasten. En dan zie je gewoon hoe dit gebouw eruit ziet. En het gebouw ziet er gewoon heel erg tof uit. Vind ik in ieder geval. Ik vind het echt tof eruit zien. Hier zie je nog allemaal andere dingetjes. Misschien is het leuk als jullie dit zelf ook gaan uitzoeken of zo, wat hier allemaal precies zit.
Ja, ik vind het in ieder geval echt tof. We kunnen nog een stukje naar boven lopen. Laten we nog een stukje naar boven lopen. Want ik weet zeker dat jullie alles hier even van willen zien. Hier hebben we... Oeh, een mooi balkon. Ik wil niet te hoog gaan. Want volgens mij kan ik ook niet heel veel hoger, of wel? Ik kan wel hoger, denk ik. Ja, nog trap omhoog. Maar ik ben bang dat ik er zo meteen niet meer terug in kan. Hier zien we... Oké. Dat... Die sneeuw hier zo is... Oh, ik ben bang. Oh, kijk, zoals je ziet ben ik er nu uit. Nee! Nee, mijn leven. Ik ben er nu uit. En nu zit ik dus in een... In de plek waar... Oh, dat vuur. Wat de hel? Iedereen kan komen. Toch? Volgens mij kan hier nu iedereen komen. Ja, dit is gewoon een plek wat nu gewoon al open is. Kijk, nu zijn we gewoon bij het dak. We kunnen niet meer naar beneden. We zitten nu hier vast. Misschien kunnen we wel weer naar beneden als we nog een keer die minigame starten. En dan kunnen we die andere gebouwen kijken. Maar misschien is het leuk als jullie die andere gebouwen zelf gaan bekijken, jongens.